Goedemorgen iedereen, het is vandaag maandagochtend en het lijkt me leuk om gewoon deze week de vlogcamera erbij te pakken en 2 weken vloggen. En ja, het is helemaal niet heel erg vroeg meer. Het is 8:30, maar ik ben gewoon heel erg moe van het weekend eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Nou, ik start eventjes mijn ochtend met een pot lekkere verse muntthee. Dus die heb ik hierin gedaan. Is nog eventjes aan het trekken. Dus deze is daarvoor. En dan drink ik ook alvast eventjes een kopje bietensap. Maar het is echt zo ontzettend roze en rood van kleur. Krijg ik altijd hier van die rode afdrukken. Kijk, dit bedoel ik. Het is net alsof ik lipstift op heb. Ja, ik moet me echt maar eventjes klaarmaken voor de dag. Anders komt het er nooit van. Maar eindelijk is het een beetje wat lichter geworden, jongens. Want het was net flink aan het regenen. Dus het was echt typische herfstochtend om mee op te staan. Maar dat is niet lekker op een maandagochtend. Ik ga gewoon eventjes snel mijn make-up doen. En ik denk dat ik vandaag wel met Tara heb afgesproken. Want we hebben best wel wat om te filmen en doen. Want we willen heel graag eigenlijk deze woensdag een video online. Maar ik weet niet of we tijdtechnisch nog gaan redden. Zo, dat is eventjes een hele grote sprong van zo'n make-uploos gezicht naar in één keer dit. Maar het licht stoort mij hier zo ontzettend erg. En ik kreeg het gewoon niet goed. Omdat het een beetje aan de andere kant van het huis is. Heeft blijkbaar gewoon minder goed licht. Dus ik had hem heel eventjes uitgezet. Maar toen dacht ik me dat ik de laatste tijd heel veel complimenten kreeg over de glow op mijn gezicht. Je ziet hem wel heel erg mooi. Maar normaal is het dus nog mooier. Dus het licht is gewoon zo ontzettend lelijk nu op dit moment. Maar ik dacht, ik wil jullie eventjes laten zien welk palet ik de laatste tijd gebruik. Want ik vind hem zelfs ook echt heel erg mooi. En dit is de glow waar ik hem vandaan krijg. Dit is het Eye en face palette. En dan gebruik ik, denk ik, vooral dat jullie deze highlighters heel erg mooi vinden. Kijk, deze kleuren komen op zich wel overeen op deze manier. Dus links heb ik een hele mooie, ja, champagneachtige kleur. En deze is net iets meer roze oranje. Dus dit is die lichtere kleur. Pretty. En dan zal ik ook eventjes die andere kleur doen. Het is een beetje korrelig. Zijn echt heel erg mooi. Ik ben gewoon heel eventjes begonnen aan nieuwe screenshots online zetten. Vind ik heel erg leuk, want het is echt wel een tijd geleden dat ik nieuwe voorraad online heb gezet. Maar het kost me altijd gewoon eventjes. Maar ik heb de foto's net geüpload. Ik heb hier nieuwe foto's die hebben we van de week gemaakt. En ik laat altijd zien hoe ik hem in een halfstaartje draag. Vind ik altijd heel erg leuk staan. Natuurlijk in een staart. Knots en dan nog eventjes een detail shot ervan. En nu durf ik eigenlijk niet te zeggen tegen de tijd dat jullie dit kijken of de screenshots nog te bestellen zijn. Dus dat zal ik wel eventjes in beeld zetten. En wat ik trouwens ook even wilde laten zien is dat ik dit weekend aan wat anders heb gewerkt. Wat misschien ook wel in de shop komt te staan. Dus dat is misschien wel heel erg leuk om eventjes te laten weten aan jullie. En het leuke is dat op de video van mijn AliExpress, dat ik daar een comment kreeg van iemand die zei: waarom maak je niet een batik keycord? En dat vond ik super leuk dat ze dat zei. Want dat is dus wat ik een dag ervoor precies had gemaakt. Dus dat is echt super toevallig. En op dit moment is het nog even een prototype. Dat doe ik eerst. Ik maak eerst altijd gewoon dingetjes voor mezelf. Dan ga ik het uittesten. Kijken of ik het leuk vind. Laat ik het zien aan mijn familie. Van, is dit wat? Vinden jullie het mooi? Dus dat ben ik op dit moment ook aan het doen met dit. Dit is namelijk een soort van keycord, maar dan een kleinere die je dus om je arm kan doen. Dus het heet volgens mij een wrist keycord, keychain. Kijk, want die kan je dus om je pols doen. En als je dan zeg maar de deur uitgaat of wat dan ook, dan doe je hem dus om je arm. Dan doe je hem dus om je arm en dan kan je gewoon lekker, lekker bezig zijn en dat soort dingen. Dus ik heb deze gemaakt. Ja, ik vind hem wel echt heel erg gaaf. Staat ook gewoon sowieso heel erg leuk aan je bos. Hij is niet te lang, dus je blijft niet zeg maar aan alle deuren hangen. En dat zou gewoon kunnen betekenen dat ik dus nog een batik item aan de webshop kan toevoegen. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dus ja, jullie weten het misschien wel als allereerst. En voor nu heb ik volgens mij heel veel mijn werkje gedaan. Dus ik ga me even snel aankleden. Want mocht ik straks nog gaan afspreken met Tara, ben ik niet helemaal zeker. Ik denk het wel. Dan ben ik in ieder geval aangekleed. Zo, het is alweer eventjes later. En ik ben de deur uitgegaan. Want ik heb afgesproken met Tara. Hallo. We zijn even lekker gaan lunchen bij Ann Zetwee. Tara heeft een lekkere milk tea besteld. Zij smaakt echt super goed. En ik heb hier een ijsthee met groen. Ja, het is een groene ijsthee met granaatappel en appel volgens mij. Is ook echt heel erg lekker. Het is zo heerlijk kleurrijk. En ik moet zeggen dat Tara echt perfect in het interieur past. Moet je kijken. Love it. Nom nom nom.
altijd zo leuk om een hele tafel vol met allemaal gerechtjes te zien. En natuurlijk heel veel koriander. Oh, we mogen wel extra even vragen. We need extra. Goedemorgen iedereen. Het is tijd voor een nieuwe dag. En toen bedacht ik maar, ik moet even op een lege maag even iets nieuws drinken wat ik laatst heb ontvangen. Ik was op het event van Douglas en toen heb ik een product ontvangen. En die wil ik heel graag gaan uitproberen. En dat product is van het merk Klarskin en dit is de Radiance Powder. En daar moet je elke dag 5 gram poeder van nemen. Dit zou ervoor zorgen dat je... Ja, dat ook in je maag het wat gebalanceerder en gezonder wordt. En dat gaat dus ook ervoor zorgen, als het goed is, dat je huid hiervan gaat opknappen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar dit poeder. Kijk, het komt ook echt in een hele mooie zwarte fles. En omdat het de eerste keer is, ga ik eventjes afwegen hoeveel 5 gram is. Het ruikt een heel klein beetje zuur, maar het valt wel mee eigenlijk. Proef niet heel veel. Een beetje poederig smaakt het. Zo, ik ben helemaal aangekleed, opgemaakt. Ik ga jullie heel snel mijn outfit of the day laten zien. Want ik vind hem wel heel erg lekker en licht. Dit is de outfit of the day. Deze ja, soort van panter Dalmatia jas heb ik echt heel veel aangehad de afgelopen tijd. Die vind ik zo leuk. En daaronder heb ik een heel lekker licht gekleurd truitje. Een beetje soort van beige. Witte jeans, tas, Vans. Oh, trouwens, wat ik me nu besef. De jasje is van Come Get Fashion. De trui is van Come Get Fashion. En de broek ook. Volgens mij staat alles nog op dit moment in de shop. Dus mocht dat zo zijn, zal ik even linkjes in de beschrijving zetten. Had ik helemaal niet door eigenlijk op dit moment. Maar ik vind het echt een super fijn lookje. Ik ben bij Tara aangekomen. Hallo. En we hebben net onze samenwerking gefotografeerd. Dus daar zijn we nu klaar mee. En nu gaan we heel even een beetje koffie drinken. Dus ik heb van Tara deze gehad. Mooi schuimpie. Ja, ik heb geen melk. Het was het laatste ik had. Dankjewel. En we gaan daarna natuurlijk een video filmen. Dus we hebben koffie wel nodig. Als ze komen zo doos over, weet je wel. Nee, de statief gewoon lekker op tafel gezet. Kan allemaal. Waarom niet, hè? Ja. Ik ken gewoon. Oh, dat zonnetje. Het is echt lekker. Geniet ons. In principe zou je gewoon zeg maar hier in het zonnetje kunnen gaan liggen. Mag. Ja, dat mag. Maar allemaal een dode vlieg hier. Nou. Ik heb gewoon schoongemaakt hoor. Nee, allemaal dode vliegen. Eeuw. Ja. Eeuw, maar dat zijn echt heel veel. Maar dat zijn die... Nou, ik kreeg gewoon een berichtje van iemand. Van hebben jullie ook zoveel... En kijk, dit beest... Oh, hij leeft nog! Aangeraakt. Ja, beweegt het nou. Ach, wat is dat toch? Dat is toch helemaal niks. Het is gewoon een beestje. En hij gaat. Doei. Later. Er zit allemaal schimmel bij de onderkant. Kom eens kijken. Het is wel aardig veel inderdaad. Want ik heb ook wel eens schimmel omdat je dan te veel water geeft. Ik krijg er smetvrees van, echt waar. Het is vandaag woensdag. Het is al zeker middag. En ik heb de hele ochtend foto's gemaakt voor de webshop. En nu word ik zo opgehaald door Tara. Want we gaan naar een sample sale. Daar zijn we vorig jaar ook geweest. Van Wrangler, Vans, Eastpak. Allemaal verschillende soorten merken. Dus dat vond ik heel erg leuk om eventjes te gaan kijken. En een vriendinnetje van Tara die gaat ook mee. Want zij heeft echt zo'n sample schoenmaat. Dus waarschijnlijk heeft ze keuze uit echt super veel schoenen. Die daar voor kleine prijzen te koop zijn. Dus dat is echt gewoon helemaal ideaal. Ik heb expres een t-shirt aangedaan. Want ik word altijd heel erg warm tijdens dat soort dingen. En ik doe nog eventjes een jasje aan. Want anders is het wel heel koud. Kijk die meiden dan. Lekkere flaertjes. Lekker lookie. We zijn aangekomen in Amsterdam. En we hebben echt wel een stuk verder weg moeten parkeren. Omdat het helemaal vol zat. En we zagen net allemaal mensen al met super grote zakken lopen. Met allemaal kleding. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat we gaan vinden. Oh, er komen nog meer mensen aan met hele grote zakken. Kijk of ik ze stiekem kan filmen. Gewoon een hele scooter vol. Kijk dan. Jezus. Ja, die gaat sowieso doorverkopen. Zoveel dat ze het op hun scooter moesten zetten. Oh. Voor het weet, ze allemaal leeggekocht, joh. Ja.
Oké, jongens, 40 euro precies. Laatst deze kroepoekjes gekocht bij de Lidl. En dit zijn de Bali kroepoek. En deze zijn zo lekker. Die zijn net iets meer gekruid, zoals je hier ook al een beetje verpakking kan zien. Ze zien er zo uit. Ze zijn echt super lekker. Net ietsje. En zo ziet je onderbroek eruit. Hey, kom! Doe normaal. Kijk, ze zijn net iets meer gekruid als de normale. En die zijn echt super lekker. Ja, daar heb ik best wel wat van gegeten nu. Nommings! En ondertussen ben ik even YouTube video's aan het kijken. Niet deze video. Ik weet niet goed waarom deze in één keer op mijn scherm is gekomen. Maar dit is niet iets wat ik wil zien. Ik was een vlog aan het kijken. En ik heb trouwens leuke dingetjes geshopt op de sample sale. Maar omdat het inmiddels al donker is geworden en het is met het licht is niet zo heel erg geweldig, ga ik jullie morgen even beter laten zien. Oh, zo! Wat is er? Zal ik kijken wat het niet was? Waar. Niet. Je doet het gewoon expres. Je doet het gewoon expres. Ik ga jullie morgen even laten zien wat ik heb geshopt. Want dan heb ik net wat beter licht. Dan zie je de kleuren ook beter en dat soort dingen. Het is inmiddels de volgende dag zoals je kan zien. En oh my god, de zon schijnt. Kan je het zien? Yes. Ik bedacht me dat ik jullie natuurlijk nog eventjes zou laten zien wat ik gisteren heb geshopt op de sample sale. Ik heb nieuwe items van Wrangler en van Vans. En allereerst superleuke jassen. Deze superleuke jas zien. Het is eigenlijk een mannenjas, maar ik vind gewoon dat die unisex is en ook door mij gewoon gedragen kan worden. En het heeft een beetje zo'n houthakkers vibe, want hij heeft dat lekkere zachte stofje van die typische houthakkers blouses, flannels. Lekker perfect voor de aankomende herfst en winter, want er zit ook een teddyvoering in en die zit helemaal aan de hele binnenkant. Dus dat is echt super lekker. Er zit een binnenzakje in. Ik hou echt van binnenzakjes. Daan en ik zijn dol op binnenzakjes. Zit er een binnenzakje in een jas, dan zijn we eigenlijk al voor 90% verkocht. Ik ga hem gewoon eventjes aandoen voor jullie. Het is een maat medium, dus hij is een klein beetje oversized. Maar dat vind ik juist heel erg lekker, want dan kan ik gewoon al mijn dikke truiden onderaan. Ik heb een heel leuk rugtasje die ik heel vaak draag. En die is volgens mij perfect. Oh, die is volgens mij de perfecte kleur voor bij deze jas. Dus ik zal het eventjes laten zien. Kijk dan hoe perfect. Deze is van Rebecca Minkoff in een hele mooie bordeaux kleur. En die heeft gewoon echt de perfecte match met het jasje. Wat een match. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Even kijken, ik heb nog iets van Wrangler. Namelijk een super lekker, heerlijk oversized shirt. Deze zou ook heel goed van een mannen kunnen zijn. Of het is een vrouwenshirt, weet ik eigenlijk niet. En dan hiervoor op het shirt staat Wrangler in gekleurde lettertjes. En dat vond ik wel heel erg schattig staan. Heb ik ook nog bij Vans wat items gekocht. Waaronder deze superleuke oranje beanie. Dus deze kleur vond ik ook wel echt heel erg leuk. Lekker warm. En deze patch bovenop vond ik wel echt heel erg leuk. En dan heb ik ook nog, dat is ook wel heel leuk. Bij de sample sale verkopen ze vaak, de naam zegt het al, verkopen ze samples. En een sample schoenmaat is maat 37 en die heb ik helaas niet. Ik heb 38 en echt niet kleiner. Ik heb mezelf nog wel in een schoen geperst om te zien of het echt niet lukte. Maar 37 helaas echt net te krap voor mij. Maar mijn vriendinnetje Jolien, ik heb het wel eens vaker over haar, die heeft wel maat 37. En toen heb ik dit paar voor haar meegenomen. Deze vond ze echt heel erg leuk. En ja, je betaalt hier gewoon echt een fractie van de prijs voor. En dit is de Rip Knit Grey True White. Dus hij heeft een hele leuke ripstof. En dan heb ik ook nog een ander item voor mezelf. En dat is een super vette oversized bomberjas. En hij is wit. En ik had echt iets van, oh, ik ben, hoe lang ga ik dit wit houden? Dat dacht ik echt. En denk ik nog steeds. En ik heb geen idee. Maar ik dacht, we gaan het gewoon proberen. Want hij is gewoon echt heel erg tof. Yeah! Hoe cool is deze? Ik heb al een zwarte, een klein beetje oversized bomberjas die ik echt heel vaak heb gedragen. En die vind ik ook nog steeds leuk. Maar ik zag deze en ik dacht, deze is ook wel echt heel vet. Dus, helemaal happy mee. Zo, ik heb mij eventjes omgekleed in een zwarte trui. En mijn sportlegging, want ik ga zo meteen sporten. En ik ga samen met een vriendinnetje naar Rocycle. En als je Rocycle niet kent, het is eigenlijk een soort van spinning
klas. En dan helemaal met donkere ruimte is er. Dus niet zo heel veel lichten aan. Pompen de muziek. En dan worden ook een beetje van die motivational gesprekjes gehouden door de lerares. Dus het is echt een beetje helemaal om je op te pompen. Alleen wij zijn dus 1,5 week geleden geweest voor het eerst. En we vonden het zo ontzettend zwaar. Dat we eigenlijk meteen iets hadden van, ik weet niet of we dit nog een keer gaan doen. Maar ik zei tegen haar van, nee, we moeten het echt nog even 1 keer proberen. Dan weten we het gewoon zeker of dit wel of niet iets voor ons is. Dus dit wordt daarom onze 2e keer. En ik vind het oprecht wel een beetje spannend. En ik denk dat zij het ook wel een beetje spannend vindt. Het valt bij mij hoe roze het nu is. Waar ben jij? Daar. Hier. Ja, we zijn wel redelijk roze. Daar ben je. Heel roze. Nou jongens, ik ben weer thuis van sporten en Rocycle. Het was echt... Ik moet zeggen dat Stephanie en ik van tevoren een heel klein beetje soort van zenuwachtig waren. Omdat we het vorige keer heel erg pittig vonden. Maar deze keer ging het echt een stuk beter. We snappen nu helemaal hoe de fiets werkt. Hoe het allemaal moet. Hoe je moet instellen en dat soort dingen. Dus ja, het is echt gewoon heel erg goed gegaan. Wel alsnog heel erg pittig. Maar ik kon het wel echt een stuk beter volhouden dan de allereerste keer. Dus heel erg leuk. En dat voelt gewoon echt heel erg goed. Dus dat gaan we zeker nog vaker doen. Dus dat is helemaal top en leuk. Ik ga nog eventjes op de bank hangen. Ga ik zo douchen. En dan ga ik lekker nog even een serietje kijken. En dan is de avond alweer lekker voorbij. Ja. Met je Vision Studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Je spreekt met Larissa. Hoi, ik vroeg me af of jij vandaag druk bent. Dan zie je me vanmiddag. Helemaal goed. Oké, okay. Dag. Ik heb net besloten, dat ik graag mijn, dat ik hier graag nog een extra gaatje in mijn oor wil. Want ik heb hier 3 en hier 2 en dat vond ik altijd gewoon wel heel erg leuk. Vind ik ook nog steeds leuk. Maar de laatste tijd had ik toch iets ervan. Ik vind het eigenlijk ook wel heel erg mooi om hier dus in het midden er nog eentje bij te hebben. Dus ik ga gewoon naar de piercing shop waar Tara ook altijd naartoe gaat. En ik ga gewoon naar dezelfde, want Tara heeft gewoon elke keer goede ervaring met haar. Dus spannend, gaan we doen. Oké, ik heb even een trui aan gedaan. Want ondanks dat de zon echt super lekker schijnt. Volgens mij is het buiten ook best wel fris. En ik ga ook hierna nog even wat boodschappen doen. Dus ik ga eerst mijn oren laten doen. En dan kom ik terug. En dan ga ik even boodschappen doen. Dus daar neem ik ook gelijk heel even een Canvas tasje voor mee. Even kijken. Oordopjes. Zonnebril zelfs. Oké, jongens. Laatste keer. Oh, ik doe het weer op mijn verkeerde oor. Laatste keer. Met 2 oorgaatjes hier. Ik weet trouwens nog uit andere keren dat ze het niet leuk vindt als je gaat filmen. Omdat ze dat liever niet wilt. Dus dat ga ik natuurlijk ook niet doen en vragen. Ik zie jullie gewoon zo meteen met een nieuw oorgaatje. Alright guys, ik sta weer buiten. Moet je kijken. Mijn oor is nog een beetje rood. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dikke aanrader om hier naartoe te gaan. Want Mandy is ook echt heel erg aardig en prettig. En het zat heel snel op, maar zeker niet gehaast. Het is gewoon echt heel prettig gedaan en goed uitgelegd. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ik heb boodschapjes gedaan. Die staan hier in de gang. En natuurlijk ook wc-papier. Want ja, dat heeft iedereen wel eens nodig, denk ik. En ik zal je nog heel eventjes iets beter mijn nieuwe oorbel laten zien. Hij lijkt best wel hoog te zitten als ik er nu zo naar kijk. Ik denk dat ook komt omdat dat de enige is die een knopje is. En dat die andere 2 natuurlijk ringetjes zijn. En hij zit wel gewoon mooi op een mooie lijn met die andere 2 gaatjes. Dus dat vond ik helemaal goed. En hij zit echt precies in het midden. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Dus ik ben gewoon gelijk aan beide kanten op dit moment. Gaan we deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het gezellig vond om deze weekvlog weer te zien op ons YouTube kanaal. Geef me vooral een duimpje omhoog. En laat me even weten wat je van onze vlogs vindt. Of je weekvlogs leuk vindt om te zien. En wat je misschien nog meer in vlogs erbij zou willen zien komen. Ik vind het altijd heel erg leuk en interessant om te zien wat jullie idee en mening is over een vlog. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik je snel weer in de volgende video. Doei doei!